Wanneer in de groep 7 de ISO-toets eraan komt. Maar eh. Uh, sa ze samen met de basisschool een uh, bepaalde instelling of zo erbij halen. Zodat die test eerder gedaan kan worden. En die test naar voren toe komt. Dat eh. Uh, ja, met taal, spelling, grammatica, allemaal viertjes. Maar als dat uh, zeventjes of achtjes waren, ik gewoon u VWO uh, of hoger kon doen. Waardoor uh, mijn taal zo laag, wat toch wel belangrijk is. Maar als je dan helemaal die test eerder gaat doen, dus weet van de dag de stand, uh, en goed dingen kunnen uitleggen en zo, in, in, in de taal en noem maar op. Wel dat iemand heel slim is. Wanneer uh, iemand uh, voor studie een heel verslag schrijft, eigenlijk daar weer heen uh, gaat, weer op terugkomt, alleen nu het, uh, het, slimme, wegla het slimme weglaat. Wanneer uh, de, de hoop nabij is, iemand er helemaal klaar mee is en, uh, een baai jong wil. Ik niet weten waar ik niet geholpen kan worden. Dus uiteindelijk uh, ja, alles zelf maar invullen. Niet eens een derde van de formulieren kunnen invullen, maar na, gewoon opgestuurd, we zien het wel. Ik op, uh, op gesprek moet komen. Maar uh, ja, is niet genoeg, dus er moet een vervolgonderzoek komen. Na dat vervolgonderzoek toe moet helemaal het verslag meegegeven worden. Van wie ze voor de school hebben geschreven en zo. Om dat extra erin te drukken. Dat uh, ja, wat dus elke keer allemaal gevormd is, gecreëerd is beeldvorming wat bezig is wat dus ook naar het UWV toe moet naar uh, Argonaut, die onderzoek doet hele onderzoek uh, het, het uiteindelijk allemaal terugkomt met sommige dingen niet eens zijn uh, afspraak maken bij het Argonaut en uh, spreken over uh, de conclusies en zo. Uh, met alles wat dan uh, nu afspeelt, alle vragen die ik dan al gesteld heb, alle Ook gewoon uitgelegd van, kijk, ik trap elke keer nergens in. Ik zie toch wat ze allemaal doen. zijn. Het is allemaal nep, het is allemaal een illusie, het is allemaal fake, het zijn allemaal acteurs. Dus ik kon zometeen nou niet doen alsof uh, dit voor jou een herhaling is van je zus. Die over MK-ULTRA en... Uh, het leger wat de verkracht zou hebben in dit en dat en zus en zo. Kom niet met die onzin zo meteen allemaal, alsof ik gek ben. Want uh, ik leg alles in mijn testimonial video, ook uit hoe de stappen gaan. En wie gaat dan een melding maken, alsof ik uh, niet, uh, niet dom, niet gek, maar ziek ben? Dat is echt gewoon. Uh... Bij Polen is echt gewoon uh, echt een narcist. Echt dat alles bij elkaar dat is echt gewoon smerig. Iemand die weet gewoon hoe slim ik ben, maar uh, het verwoorden naar dingen toe, weten welke stappen ik uh, met bepaalde dingen moet doen. Uh, ik zelf met sommige dingen ook wel weet dat ik. Uh, gewoon moet doen en dan uh, <laughs> En gewoon alle informatie die ze hadden, allemaal gewoon gebruikt om te spelen met, uh, met illusies. Om ook gewoon te zien dan wie, wie en wat er allemaal bij betrokken is. Is het echt gewoon uh, cults. Dus niet alleen uh, het, het, het seks en het hoeren en het uh, drugs en alles. Maar ook gewoon daarbinnen het gangstalken. Echt gewoon uh, een onderdeel is. Dat is hoe ze met z'n allen elkaar voor de gek houden. Een paar slachtoffers creëren, zodat er een paar uh, zichzelf echt. Uh, Machtig voelen, want dan hebben ze het idee dat ze dingen met hun bewustzijn creëren, door andere mensen voor de gek te houden, en dan blij zijn met resultaten, wat ze gewoon met z'n allen zelf hebben veroorzaakt. Want ik snap ook gewoon, niemand kan zijn mond optrekken. trekken. Want ze zijn allemaal bang voor de consequenties die er dan komen. Echt de overheidsmaffia, bij wijze van spreken. Gewoon. In ieder geval diep, diep daarin. Uh, hoe meer wakker je wordt, hoe verlichter je wordt, dan komt de duivel. Die komt alleen maar dichterbij. En de mensen hebben veel op een uh, kerfstok. Veel leugens, veel dingen aan het geheim houden. Echt zwarte schapen creëren. En is het voor mij ook echt uh, of dat mij is de eerste twee jaar helemaal uh, opgeschoond is om vanaf, of, om, om vanaf daar helemaal iets opnieuw te programmeren met trauma's en gekkigheid. Of dat mij is de eerste twee jaar echt gewoon fake zijn. En dat ik echt gewoon gelijk heb met uh, wie nou mijn moeder is. Ja, en al die leugens daar en zo bovenop. En uh, al die verhalen met uh, verkrachting van vier militairen. Terwijl ook al die incest en pedofilie dat overal is. Dus ja, wie is het dan, mijn vader? Is het een verzonnen verhaal, en, uh, of is het één iemand, of is het een van die vier, en is het wel echt? Is overal maar met gaslighting, allemaal met brainvakken, uh, weet ik het allemaal komen. Daarna roeren in potten en al die black magic crowvereen. En dan met alle vragen die ik stel. Niet zozeer het liegen, maar gewoon het wegdraaien. Volop met hun gevoelens, in de emoties van trauma's van hunzelf gaan zitten, die echt zijn. Maar dan gaan ze daarin zitten alleen maar om niet te beantwoorden naar waar ik naar op zoek ben: de antwoorden. Gewoon expres, gewoon expres. Ja, dan kunnen mensen dat helemaal zielig vinden, die slachtofferrol waar ze induiken. Maar dat doen ze alleen maar om hun uh, geheime en smerigheid en betrokkenheid in het geheel. Ik ben gewoon gewerkt. De mensen die geen tijd voor me hadden, niet geïnteresseerd waren in waar ik mee bezig was. En ik dan maar ja, nou, gewoon stil zat of met, met, met de kinderen bezig was of zo. Dan maar niet te praten waar ik mee bezig ben. Dat zijn allemaal mensen die denken dan, dat ze, die weten, denken dan te weten wie ik ben of zo. Om dan te zien dat het beeld wat ze graag of wat ze de hele tijd aan het vormen zijn, zo zien ze me. Dat, dat ik echt gewoon, dat mensen die niet verder komen met mij als kenners, die ik bijvoorbeeld ken uit de coffeeshop, dat die me gewoon beter kennen. Wie ik dan de laatste 12 jaar ben, of de laatste drie jaar of zo, als de mensen die van me houden, bij wijze van spreken, gewoon uh, 12 jaar op mezelf, uh, met, met, met een paar weken erbij. Sommige mensen zijn er geen 12 uur langs geweest, en anderen die langskwamen. Je waren met jezelf met drama of weet ik veel mee, wat bezig. Ook totaal niet geïnteresseerd. Al, al dat plakkend aan elkaar om dan te zien wie allemaal bij elkaar hoort, wie uh, niet kan bemoeien, wie afzijdig is. Sommige dingen gaan in te kleuren naar. ...naar de rollen die mensen gespeeld hebben, hoe ze zich gedragen hebben. Dat echt lijkt... Uh, ...was dat dan uh, de beste optie voor uh, een adoptie? Ik moest juist in veiligheid gebracht worden, niet uh, in... Uh, ...de hol van de leeuw geplaatst worden. Lijkt net of ik gewoon... Uh, Of dus uh, voortkomen uit incest. of uh, voortkomen uit een soort van uh, verkrachting, gekkigheid. En dan uh, plaatsen ze me gewoon. Uh, in een kapot. kapotte familie. gewoon oh, bij, bij satanisten. Dat is echt wel. En dan. Uh, Kom de erfenis vrij en dan gaan ze dat helemaal met uh, weet ik veel. Iedereen vervalsen, handtekeningen vervalsen. Iemand die op mij lijkt of zo, weet ik veel wat ze dan allemaal doen. Gewoon dat geld binnenharken. Ik uh, heb toch geen verstand van die dingen, ik uh, ga toch niet banken langs. En, uh, Weet ik veel, advocaatje of een detective inhuren. Want ik heb toch geen geld in die dingen. En er zijn toch geen mensen die me daarmee helpen. En dat is ook uh, mijn, uh, mijn naïef. En uh, de soort van autisme, whatever. Iedereen gaat maar lekker zijn gang, doet wat ze wil. Maar gewoon blij kunnen zijn, ondanks al die shit. <laughs> wat er allemaal gebeurt. Ik kwam ook gewoon een, uh, een jongen met de koffieshop, dat ik met hem aan het praten was. Ze zei ook, ja man, dat jij toen uh, een keer aankwam, zei iemand ook, uh, zo voor shit, maar je ziet hem altijd lachen. <laughs> ik had <haat> hem <laughs> op een goede manier bedoelde ze Maar dat <laughs> Omdat hij toen gewoon even, even down was. Maar het is echt uh, met al die honden en al die shit, al dat verraad. En ondertussen wordt er dan van alles gestolen. Waar is het echt al? Oh, wow. Mijn duizend euro rood is weg. Volgens mij uh, moet ik nog twee rekeningen betalen. Dan moet ik me toen nog een paar keer boodschappen doen. Maar uh, als het de volgende keer het geld komt, dan heb ik ook mijn duizend plus gespaard. Dus eigenlijk is alles alleen maar uh, beter aan het gaan. Ik ben alleen alles. Uh... Ik had eigenlijk alles al weg en dat wat achterbleef omdat het familie was, of omdat ik het al heel lang kende. Of omdat dezelfde uh, ja. dingen bezig waren, uh, eigenlijk ook iemand die binnen mocht komen, want die ging toch naar het buitenland verhuizen. Ook alleen maar met drama, met dit en met dat en weet ik het wel. Allemaal. allemaal, allemaal maar hun chaos bij mij droppen. Op een of andere manier dan de blessing trekken. En dat allemaal tegelijkertijd ook afleidingen. Want ze zijn gewoon erfenistiek om aan het uitdelen. Gewoon dingen witwassen. Ja, dat is het, al die mensen die geld uh, sponsoren naar het ene doel, naar het andere doel. zijn ook gewoon witwassenpraktijken. Oh, ja, want echt al die misleiding die maar bezig is en iedereen die er goed weet hoe slim mensen zijn, hoe hoog hun IQ is. Hoe ze de boel kunnen observeren, analyseren. En dan nu dit zien van die mensen die me niet doorhebben wie aan het kopiëren is, of wie geen liefde hebt en de mensen aan het bijstaan ondersteunen, dingen maar accepteren. En hun die in een slachtofferrol duiken, dat is echt gewoon belachelijk. Zeker als je ze gewoon al langer kan. En dan is het ook. Gewoon heel makkelijk om uh, dingen af te sluiten. En, uh, zoeken dan maar daar al weinig aan weggegeven hebben. Uh, geniet van jullie kult.